Ik wil gaan leren hoe je lucide kan dromen. Of anders gezegd, je eigen dromen kunnen besturen. Als je wilt vliegen, dan vlieg je. Als je een zoom wilt van je crush, dan krijg je. En als je miljonair wilt zijn zonder enige moeite, dan ben je. Alles wat je wilt in je dromen, krijg je. En dat is eigenlijk precies de reden waarom ik het wil gaan leren. Ik heb eigenlijk helemaal geen succes met de vrouwen, dus ja, dan moet ik het maar via mijn dromen doen. Natuurlijk niet. Vrouw genoeg. Tja, om heel eerlijk te zijn heb ik in de echte wereld niet alles perfect op een rij. En daarom ga ik in de komende 100 dagen leren hoe je lucide kan dromen. Oftewel, dat ik bewust ben in mijn droom dat ik droom. Waardoor ik dus mijn dromen kan gaan besturen en alles kan doen wat mijn hartje begeert. Alright, nacht nummer 1. Op dag nummer 1 probeerde ik gewoon iets wat meer bewust te zijn om mijn dromen goed te onthouden. Dit omdat ik de ochtend daarna mijn droomdagboekje wil gaan bijhouden om het precies op te schrijven. Het schijnt dus zo te zijn als je heel vaak je dromen opschrijft, dat je daardoor je meer bewust gaat worden van je dromen en het dus sneller gaat herkennen als je in een diepe slaap zit. Alright, nacht nummer 2. Hoop van zegen. Wel rusten. Ja, naast droomdagboekje schrijven hield ik ook een andere techniek aan. Namelijk midden in je diepe slaap gewekt worden. Een half uurtje wakker blijven en daarna weer gaan slapen. En deze techniek zorgt ervoor dat je in een soort van half slaperige slash half wakkere staat weer gaat pitten. Waardoor ik met een soort van breinfrequentie ga slapen en dat daarmee de kans op lucide dromen wordt vergroot. Oké, ik heb het gevoel dat het vannacht gaat lukken. Gewoon heel erg bewust van mijn dromen en dat ik mijn dromen kan besturen, dus Oké, ik wil ongeveer in mijn remslaap wakker worden, dus ik heb een klokje gezet om 5:07. Fuck, hel gast. Waarom is dit zo moeilijk? Ik moet even een kwartiertje gewoon wakker blijven en daarna moet ik weer gaan pitten. Steeds geen lucide dromen. Tja, na letterlijk 20 dagen was het mij nog steeds niet gelukt. En misschien heeft het wel een persoonlijke oorzaak wat zich verschuilt in mijn persoonlijke leven. En dus wilde ik het roei even omslaan en ging ik naar iets heel bijzonders toe in het mooie Groningen. Goedemorgen. Hoi. Aangenaam. Hi, Frona. Welkom. Floten. Ja, floten. Je komt voor het eerst floten. Ja. Ja, nou. Klopt, ja. Zal ik je een uitleg geven? Wat is floten? Floten is drijven in magnesiumzout. Er zitten 15 zakken van 25 kilo zout in, waardoor je blijft drijven en waardoor je gewichtloos wordt. Hoe je dit bad voelt raar. Ik vind het spannend ofzo, ik weet dat niet meer waarom. Je lichaam gaat dus echt automatisch in een natuurlijke houding. Wow, je drijft gewoon. Hoe sick. Ja, en in dit floatingbad heb ik de ultieme concentratie om bewust te zijn van mijn droom. Omdat je hier letterlijk nul externe prikkels krijgt van buitenaf. Geen licht, geen geluid en geen gevoel. En als je hier uiteindelijk te lang in zit, verlies je je eigen bewustzijn en sla je helemaal door met hallucinaties. Wat gebeurt er op minuut 1 als je in de floating tank stapt? Als je erin stapt, dan moet je vaak eerst even een beetje wennen. Je brein vindt er eerst nog wat van, je gaat gewoon lekker liggen. Oh shit, dat beginnen we dan. Dit is minuut 1. Eigenlijk wat je doet is je bewuste brein een beetje uitschakelen. Je gaat wat meer naar je onbewuste brein toe. Ja, en dat is enorm belangrijk. Want wist je dat slechts 1-5% van wat we doen bewust is? En dat 95-99% van alles wat we doen onbewust is? Wow, wist je dat je nog nooit zoiets bizar van je gemaakt? Het voelt echt alsof je van andere planeet bent of zo. Waarom zou floten mij helpen met leren te lucide dromen? Wat er gebeurt is dat je hebt bepaalde hersenfrequenties en je komt in een theta-staat. Dat is eigenlijk een staat vlak voordat je gaat slapen. En vlak voordat je weer wakker wordt, zit je ook in die staat. En dat is ook de staat waarin lucide dromen vaak kunnen ontstaan. En je komt door het floten in een bepaalde frequentie. En als je daar bent, dan kun je ook makkelijker lucide dromen. Op minuut 30 zit je waarschijnlijk al in de theta-staat. Dus dan zit je al in een hele relaxed, ontspannen staat. En kun je eigenlijk alle kanten op. Je kunt lucide gaan dromen of je komt echt in een ontspanning. Sommige mensen vallen in slaap. Het is voor iedereen anders. Het voelt alsof er een soort van bruggetjes worden genoemd of zo. Holy shit. Dit is echt insane. Ik denk wel dat ik een paar stukjes dichterbij het lucide dromen ben gekomen. Qua bewustzijnwording, gedachtes onthouden in je slaap en wanneer het donker voor je is. Het zou wel vet zijn als je lucide kan dromen.
Maar we zijn er nog niet, man. Het is nog niet gelukt. Maar dit is zeker een stapje dichterbij. Alright, het lucide dromen is nog niet gelukt, ondanks alle probeers. Dus ging ik even lekker verder zoeken naar een interessantere techniek waarop ik het wel zou kunnen halen. En toen kwam ik uit op het gebruiken van een lucide dromenmasker. Oké, dit masker zorgt ervoor dat hij over ongeveer 4 uur deze rode lichtjes laat opbranden die hierin zitten. En als ik dan iets roodachtig iets zie in mijn droom, dan weet ik genoeg. Dan ben ik dus aan het dromen, waardoor ik bewust ben, waardoor ik kan lucide dromen. Het masker heeft nog niet geholpen. Maar ik zag wel iets roods in mijn droom. Mijn droom begon dat ik letterlijk gewoon nagels aan het knippen was. En opeens zie ik een heel raarachtig monster of zo achter me kruipen. Dus vliegen vandoor. En op een of andere manier struikelde ik. En toen keek ik naar achter. En toen zag ik dat fucking beestachtig monster. En toen, I don't know wat er toen gebeurde. Toen werd het opeens zwart. Yo, gast. Dit is mijn vult egg. Tja, wat ik hier eigenlijk heb meegemaakt is de grootste boosdoener van het leren te lucide dromen. Namelijk een slaapverlamming. Wat eigenlijk inhoudt dat de spieren in het lichaam vlak voor het in slaap vallen of direct na het ontwaken verlamd zijn. Met andere woorden, je zit letterlijk en figuurlijk gevangen in je eigen lichaam voor een bepaalde tijd. Josh. Volgens mij heb ik letterlijk misschien kans op sleep paralysis of zo. Hier moet ik echt mee oppassen, zonder domme. Ja, dit is de actuele footage die ik heb geschoten van mijn eigen meegemaakte slaapverlamming. Waar je mijn ogen een klein beetje tekeer ziet gaan terwijl ik wel gewoon in een diepe slaap zat. Nou, jeumper. De droom is niet gelukt. Tja, ik kan je eerlijk bekennen dat ik hier er niet heel veel meer geloof in heb om deze skill te leren. Maar goed, opgeven is voor mij geen optie. Net zoals een baksteen breken met mijn hand, een fotorealistisch portret maken van Ronaldo of een perfecte cirkel tekenen. En dus zette ik net zoals altijd gewoon lekker door en combineerde ik alle geleerde technieken door elkaar heen met een nieuwe techniek. Namelijk overdag deze beweging maken om het vervolgens voor het slapen gaan ook te doen, hopende op dat ik die beweging doe. Mijn droom. En ja, wat gebeurt er als je die beweging doet tijdens een droom? Nou, dan steekt de vinger recht door je hand. En juist om die reden herken je dat je in een droom zit. Ook vertelde ik tegen mezelf dat ik ging lucide dromen om mijn onderbewuste daarmee te prikkelen. Ik ga lucide dromen, ik ga lucide dromen. Ik ga lucide dromen, ik ga lucide dromen, ik ga lucide dromen, ik ga lucide dromen. Ik dacht er elke dag diep over na en probeerde er goed op te letten. En uiteindelijk, na ongeveer 3 weken dit te hebben gedaan, op een consistente basis, gebeurde er dit. Ik herkende letterlijk in mijn droom dat ik de vinger in mijn hand wilde drukken. En toen wist ik het. Ik ben aan het lucide dromen. Dus op een of andere manier genereerde mijn brein een soort van rondloopachtige vibe in mijn huis. En toen wilde ik voor mezelf bepalen of ik mijn moeder kon zien in mijn droom. En het werkte gewoon. En vervolgens wilde ik een beetje rond gaan vliegen. En dat is heel gek. Ik voelde letterlijk dat ik aan het opstijgen. En om heel eerlijk te zijn wilde ik deze staat niet verlaten. Want ja, hier kan ik letterlijk alles doen. Oké, het is nu ongeveer 2 uur 's nachts. Volgens mij heb ik gewoon een lucide droom gehad. No joke. Ik kan het jullie natuurlijk niet laten zien. Ja, ik weet het bijna wel zeker. Ik moet gewoon het nog even processen. Maar volgens mij is het me gewoon letterlijk gelukt. Wee-oh.